Ja, als jij nou in China zou leven, hoe zou het dan gaan? Dan zou ik zo onmiddellijk emigreren. Ja, maar zou je dan opgesloten worden als je daar dit allemaal zou vertellen? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, dat, dan zouden we met deze podcast, was het gauw gebeurd geweest. Wij zaten lang in het gevangen. We hebben elke dag geoefend in Xi Jinping thought. Het verlossen, kunt u mij horen? Ja, dit is kerstvakantie, dus leuk om de afleveringen van de afgelopen week nog even terug te luisteren. Er zijn er weer veel verschenen. We hebben het onder andere gehad over, ja, hoe kan het ook anders, de excuses van Rutte, over het slavernijverleden. Maarten, jij hebt ook een interessant verhaal verteld over hoe je nou een staatsgreep pleegt. Wat komt daarbij kijken? Daarbij baseer je je op literatuur. Pak de macht heet die aflevering, nummer 329. En we hebben het natuurlijk gehad over de uitvindingen van de IJzeren Eeuw. Nou, al die afleveringen die staan in de show notes. Als je het leuk vindt om die terug te luisteren, dan klik daar eventjes op, want dan hoor je ze vanzelf. Laten we het over een ander onderwerp hebben. Zelensky in Amerika. Ik zag een hele leuke foto van Michiel Vos. Hè, die ken je ook. Die stond naast hem met de vlag. Er is volgens mij maanden aan voorbereiding gedaan om een flitsbezoek voor te bereiden. Hoe vond je het? Hij is er maar een paar uur geweest. Ja. Nou, ik begreep wel waarom die ging. Hij ging die zijn grootste donor bedanken, die er al weet ik hoeveel 50 miljard of meer ingestoken heeft. Ja, dus voor een volkomen terechte bedankwoorden spreken. En hij ging natuurlijk, de blitz maken in de hoop dat hij nog veel meer zou krijgen volgend jaar. En nou ja, als je ziet hoe het huis, hoe de gezamenlijke vergadering van huis en senaat uitpakte, er werd wel enorm stormachtig toegejuicht. Ja. Staande ovatie, hè? Ja, nou, ze zijn er altijd vlot met klappen, moet ik zeggen. Maar dus het was natuurlijk een hele nuttige publiciteitsstunt. Ja, waarom ging die nu eigenlijk? De ene dag zag je hem in Gerson en de volgende dag was hij in Washington. Ja. Opgehaald, als ik het goed begreep, met een Amerikaans vliegtuig. Oké, dus ik wil net zeggen. Uit Polen. Qua veiligheid zal er ook wel een en ander. Ja, zonder meer, daar is goed voor gezorgd, daar kan je wel op aan. Ja. Waarom ging die nu eigenlijk? Want de wisseling natuurlijk in de Amerikaanse politiek wisselt. Nou, omdat hij nu nog een congres had waar de democraten zowel in senaat als huis een meerderheid hebben. En natuurlijk na 5 januari, 6 januari, is de meerderheid in het huis die is verloren. Al is de meerderheid van de Republikeinen bijzonder klein. En dat betekent denk ik ook dat de Republikeinen natuurlijk. Die hebben ook een linker en een rechter vleugel. Daar zitten min of meer normale mensen in. En de bekende gekkenbrigade die ze daar altijd in voorraad hebben. Maar die gekkenbrigade zal denk ik daardoor wat meer. Aan de ene kant kunnen die zeggen van ja, bij bepaalde maatregelen, als wij niet meedoen, dan lukt het niet. Maar neem voor hulp aan de Oekraïne, want omdat daar natuurlijk de democraten altijd voor zullen stemmen. En er zijn denk ik voldoende republikeinen om altijd een meerderheid daarvoor te hebben. Maar het kan wel zijn dat er iets kritischer naar gekeken wordt. Ja. Ja. Het gaat natuurlijk om hele grote bedragen. Het gaat om wapens die deels nu gewoon nieuw geproduceerd moeten worden, omdat de oude voorraden uitgeput zijn. Ja. Dat is ons natuurlijk ook gebleken, dat op allerlei terreinen eigenlijk niet zo vreselijk veel in voorraad was. Ja. Niet voor jarenlange oorlogvoering in ieder geval. Nee. Wat doet het qua beeldvorming? Hè? Zelensky is oud acteur. Die weet natuurlijk wat het is om in de media te acteren. Het is een goede spreker. Ja, maar wat betekent het dat hij nu naast Biden daarvoor dat open haartje zat en dat ze samen. Ik keek ervan op dat het haartje brandde. Ik kan me helemaal niet herinneren dat het haartje ooit brandde. Maar het is koud daar nu. Ja, ze dachten ik, die Oekraïners hebben het koud. Dat is symbolisch, doen we het haartje aan. Maar is daar ook niet die extreme kou nu in de VS? Ja, het is verschrikkelijk in Amerika. Biden had al gewaarschuwd van dit is heel erg. Ja, dat komt natuurlijk omdat de gebergten daar verkeerd lopen. Ja. Ja, kijk, alle gebergten in de Verenigde Staten lopen noord-zuid. Met als gevolg dat die hele polaire bom die in Canada gemaakt wordt, dat die zo naar beneden kan vallen. In El Paso ging het ook. Nou, op de Mexicaanse grens ging het ook 10 graden vriezen of zo. Ja. We hebben dat vorig jaar trouwens ook in Houston en zo gehad. Wel, zomers is het niet te harder van de warmte. Dan heb je Zwitsers ook nog eens een keer 10 graden vorst of meer. Biden had ook gezegd, als je nog gaat reizen, doe het nu. Want anders kom je ja, er niet meer van. Ja, want in Amerika loopt alles vast. Ja. Kijk, er valt veel sneeuw en als het daar gaat waaien, dan krijg je sneeuwduinen. Ja. Zo'n beetje wat wij voor het laatst hebben gezien in 62, 63. Ja, dan is de A2 nog afgesloten.
Maar wat denken jullie dat dit qua beeldvorming voor Zelensky betekent? Wat heeft hij eraan? Nou, heel positief. Wat hij eraan heeft is dat Amerika een beetje zacht gemaakt is voor nieuwe vragen van zijn kant. Nieuwe eisen, al dat hij die Patriot-raket, ja, daar wordt hoog van opgegeven. In mijn herinneringen waren het nogal teleurstellend. Het was een teleurstellend afweerwapen. Dat was toen in de tijd van die allereerste Golfoorlog. Maar goed, hij krijgt dus meer geld, meer wapens. Het is natuurlijk ook beeldvorm, want ik zag Pelosi ook die wilde ook op de foto met de vlag. Het is natuurlijk een symbool geworden, die man. Ja, maar ik denk dat wat hij zei, dat heel terecht geobserveerd is. Hij zei, ja, dit is geen garitas, dit is een investering. En daar heeft hij groot gelijk in. Niet waar, we hebben in feite de ongelooflijk onaangename taak om het agressieve, revanchistische Rusland een halt toe te roepen, hebben we toebedeeld aan de Oekraïne. Hmm. Wij zelf hebben dat niet aanzien komen, laten we eerlijk zijn. Nee. En ik ook niet. Kijk, de NATO als organisatie zegt, we hebben er niks mee te maken. Maar alle NATO-leden individueel dragen ook bij aan de bewapening van de Oekraïne. Precies, we hebben toch eigenlijk ook oorlog met Rusland, als je het zo bekijkt. Ja, wij hebben oorlog met Rusland. Ja, ik denk dat je in bredere zin kun je zeggen, ja, heel Europa en zeker ook wij in West-Europa hebben oorlog met Rusland. Mm. Omdat natuurlijk, als je, stel voor dat Poetin zou hebben gewonnen en in een weekje de hele boel onder de voet zou hebben gelopen. Ja, wie garandeert je dat er de volgende show niet ten aanzien van de Baltische Republieken zou hebben plaatsgevonden. Nu heeft hij natuurlijk de pin op de neus gekregen. Overigens blijkt uit alles dat hij zich klaarmaakt om het heel erg lang vol te houden. Hij zegt, al onze doelen zullen bereikt worden. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Dat wat vanuit zijn perspectief dat de Oekraïne moet verliezen en geïncorporeerd zal worden in Rusland. Ja, als we dan toch in oorlog zijn. En mogen God verhoeden dat gebeurt natuurlijk. Ja. Maar waarom gaan we niet meedoen als het Westen tegen die oorlog? Nou, omdat als de NATO in oorlog raakt met Rusland, dat het er anders uitziet. En dat Poetin ook meer legitimatie zou hebben om rare dingen te doen. Kijk, het enige wat hij heeft, waar we echt bang voor zijn, dat zijn nucleaire wapens. Vandaar dat er voortdurend gerammeld wordt met nucleaire wapens. Of die ooit ook zal gebruiken. Kijk, ik heb al eens eerder gezegd, van het lijkt mij onwaarschijnlijk dat. Maar dus ik ga in dit geval, ga ik er gewoon niks over zeggen. Maar het is wel het enige waarmee hij nog enige, laten we zeggen, druk kan uitoefenen. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, als we toch al die wapens hebben. Gaat nu dus, de Russische leger zal worden uitgebreid tot 1,5 miljoen man. En alle tekorten, ook dat ze geen sokken hebben. En het schijnt verschrikkelijk te zijn. Dat zal allemaal aangepakt worden. Maar geen mens gelooft dat in pak een beetje een half jaar of in een jaar kan. Dat is een lang institutioneel gegrondvest proces. En ja, sowieso is ons wel duidelijk geworden dat Rusland natuurlijk een waardeloos, door en door corrupt bestuurd wordt. Hmm. Stel je voor dat Rusland zich wel positief zou hebben ontwikkeld. Het was, al was het maar embryonaal, maar goed, een beetje à la de Oekraïne zelf. Het was niet zo'n godvergeten politiestaat geworden. Waarbij niemand die er tegen is, zijn leven zeker is. Het had een beetje een vitale economie weten te ontwikkelen. In plaats van eigenlijk puur te speculeren op de levering van fossiele brandstoffen. Dan was natuurlijk het hele conflict nooit uitgebarsten. Dan hadden die twee landen intensief en prettig samen kunnen werken. Dus het is natuurlijk de alhele onbeschrijfelijke kloterigheid van Rusland die aan de grondslag ligt van het enorme probleem. Ja. Maar zou je de oorlog niet kunnen versnellen en sneller tot een einde kunnen brengen als wij mee gaan doen als het Westen? Want dan kun je hem misschien sneller op de knieën dwingen. Dat weet ik niet. Kennelijk hebben degenen die daarover gaan, die hebben geen zin om dat risico te lopen. Die vinden de huidige procedure aantrekkelijker of minder risicovol. Want wat jij nu zegt, wordt door veel mensen voorgesteld. Laten we nou eens even doorpakken. Het is natuurlijk wel populistisch natuurlijk. Ja, en dat is heel makkelijk. Maar ik zou zeggen, voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. Ja. Kijk, Rusland heeft al op een uiterst pijnlijke wijze klop gekregen in het afgelopen jaar. Het is binnenkort natuurlijk een jaar geleden dat het begonnen is. Dus laten we tevreden hiermee zijn. En laten we eens kijken
Het is natuurlijk ook duidelijk dat nu de beide partijen ook een beetje... Hè, de Oekraïne zegt Rusland werkt aan een groot offensief. Vanuit het noorden, hè? Wil vanuit... Niemand weet precies waar dat dan vandaan zal komen. Dat kan natuurlijk ook laten we zeggen, tegen Gerson gericht zijn, bij wijze van spreken. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar de suggestie wordt gewekt dat het dan uit Wit-Rusland zou komen. Ja. Al denk ik niet dat Lukashenko, een onbeschrijfelijke zak te bak, maar die zal daar niet enthousiast voor zijn. Waarom niet? Omdat hij natuurlijk dan toch bij dat conflict betrokken raakt. Ja, dat is hij toch al? Ja, maar niet op een zodanige manier dat de Oekraïne lange afstandsraket op Wit-Rusland gaat afschieten. Terwijl als dat natuurlijk anders gaat lopen, in ieder geval zullen daar geen Wit-Russische soldaten bij betrokken zijn. Ik begreep dat, ja? Denk ik. Er is nu een kolonne, zag ik, of begreep ik, die is vanuit Rusland zich aan het verplaatsen. Er is nog de vraag, is dit nou een oefening of is dit iets wat er is richting Kiev gestuurd moet worden? Maar Poetin schijnt Kiev weer nog een keer opnieuw aan te willen gaan vallen. Dat zegt de Oekraïne. Om natuurlijk ook tegen Poetin te zeggen, wij weten ervan. We zullen zorgen dat je warmtjes onthaald wordt. Ja. Nou ja, de eerste keer is dat natuurlijk heel slecht afgelopen. Dus waarom zou het de tweede keer niet slecht aflopen? In principe kunnen ze... Ja, dat is een familie die bij ons twee jeugdige katten heeft bezorgd. Die gaan, ik geloof, met de wintersport. En nu zorgen wij een weekje, 10 dagen. Wat leuk, voor de katten. Ja, het zijn hele jonge, vrolijke diertjes. Wat leuk. En doe jij daar dan ook iets mee of doet je vrouw dat vooral? Nou, dat is vooral iets wat mijn vrouw doet, maar ik ga ervan uit dat ik de kattenbak moet doen. Oké. Dat is in de normale route. In het verleden, toen wij nog katten hadden, was dat wel de gangbare routine. Ja, ik let nu ook op de katten van de buurvrouw. Die hebben ook twee katten, maar die komen helemaal niet buiten. Die zitten alleen maar binnen. Mooie beesten. Deze mogen ook niet naar buiten, want je weet maar nooit hoe ze weglopen. En die ene vreet alles op en die andere die eet maar heel weinig. Dus ze zegt ook altijd, die rode, die mag niet te veel eten. Ah, nou ja. Ja, want als je ooit katten hebt gehad, dan is een van de dingen die je leert, is dat ze totaal verschillende karakters hebben. Tussen katten bedoel je? Ja. Ja. Je hebt hele dominante katten, je hebt hele nieuwsgierige katten, je hebt halfgare katten, je hebt hele rustige katten, je hebt katten die niets liever hebben dan op schoot zitten en de hele dag onder het hoofd gekoeld te worden. Je hebt echt in... Ze komen in alle varianten voor. Het idee dat alle katten zo'n beetje alle katten zijn, dat is helemaal niet zo. Nee, dat klopt. Net als met mensen. Ja, en honden heb je dat natuurlijk ook. Ja. Ja. Maar ik ben meer een kattenman natuurlijk dan een hondenman, laten we dat eerlijk zeggen. Maar ja, nu even terug naar de Oekraïne. Dus ik zou eerlijk gezegd een groot offensief langs dezelfde weg, dat we zeggen richting Kiev, als bij het begin van dit jaar. Dat lijkt me raar, eerlijk gezegd. Maar het voelt dat, zo... Dat lijkt mij voor een land wat tot op heden in zijn grote offensieve pijnlijk tekortgeschoten is. En dan kun je zeggen, ja, ze hebben nu de kans gehad om zich iets beter voor te bereiden. Ze weten deels wat ze te wachten staan, maar dan nog. Ik bedoel, waar halen ze die troepen vandaan? Zijn ze nog uitgebreid bewapend? Nou, enzovoort, enzovoort. Dus volgens mij is dat wat de Oekraïne zegt over dat grote Russische offensief, is ook een beetje, weet je, om te zeggen, we weten ervan en we weten wat we doen moeten als het zover komt. En voor hetzelfde geld natuurlijk, zal de Oekraïne misschien meer proberen, met misschien ook vooral daar aan die Zuid, aan die Zwarte Zeekust, dat weet je ook niet. En kijk, ze gaan... Geen van beide partijen zal nauwkeurig zeggen wat ze precies van plan zijn. Dus wat we nu horen over wat zij van elkaar denken en waar zij aan werken. Hè, dat het naar Poetin heeft, die gaat dan zijn hele leger. Ja, er wordt alles waarvan we hadden gehoord de afgelopen jaren dat het al gebeurd was, bleek helemaal niet gebeurd te zijn. En nu moet het leger 1,5 miljoen mensen omvatten. Moet ineens helemaal modern worden uitgerust. Nou ja. Dat is, ik zou zeggen, een project van jaren. En al zeker in een land niet waar, wat zo bar en boos slecht georganiseerd is als Rusland. Want dat is nu wel gebleken het afgelopen jaar. Dat het is één grote janboel. Precies. Dat is ook geen sokken. Als je dan niet in slaagt om mensen behoorlijke sokken te verschaffen.
Dat is toch wel een hele trieste zaak natuurlijk. Maar je zegt, het kunnen dus ook afleidingsmanoeuvres zijn die we nu horen. Ik denk dat het alle van beide kanten zijn. Is het aftasten, niet suggesties doen, zonder dat duidelijk is wat ze precies gaan doen. Ze gaan hier natuurlijk niet nauwkeurig voorlichten over wat ze gaan doen. Ja. Maar goed. En er waren natuurlijk qua allerlei speculaties dat er nog tal van plaatsen zijn waar de Oekraïne eventueel met een snel uitgevoerd gericht offensief nog hele aardige dingen zou kunnen bereiken. Ja. Wat heeft Oekraïne nodig om het verschil te kunnen maken, om Poetin zeg maar in het nauw te kunnen drijven? Nou, dat hebben ze natuurlijk al gedaan, want Poetin heeft natuurlijk op twee punten ingrijpend moeten retireren. Eerst is de aanval op Kiev mislukt. En vervolgens is een aanzienlijk deel van de veroveringen in daarboven de Donbass en zo, die is weer verloren gegaan. En dat kwam omdat veel Russische troepen naar het zuiden waren getransporteerd, om daarbij Mariupol en die plekken te vechten. Dan wordt daarvoor het daarbij Bakhmut nog steeds, naar het schijnt, enorm gevochten. Kennelijk zien ze daar ook iets om raar, althans wat je ervan leest, om raadselachtige redenen. Dus het is een heel onduidelijk perspectief. Kijk, als je redeneert op basis van wat tot op heden is gebeurd, dan moet je zeggen dat naar mijn idee op afzienbare termijn het Russische leger, wat het ook beraamt, weinig kansrijk is. Die wederopbouw van het Russische leger, wat dus in feite een enorm wrakke boel bleek te zijn, dat zou naar mijn idee, dat kost tijd. Voordat het een fijne vechtmachine is, zou ik zeggen 5 jaar of zo. Mm. Zoiets dergelijks. Ja. Maar hij kan natuurlijk daar rustig aan bouwen. Het is een proces van jaren. Ja. Maar kan er iets gebeuren waardoor Poetin wel naar de onderhandelingstafel toe moet? Nee. Ik denk dat hij er gelijk in heeft. Is dat als je bereid bent om laten we zeggen, in te leveren en een schrale boel te hebben. Nou ja, dan kan Rusland dat natuurlijk heel lang volhouden. Het is een gigantisch groot land. Ja. Demografisch is het natuurlijk toch 3 keer zo groot als de Oekraïne. Dus dat scheelt ook. Ik begrijp dat er allerlei methodes al lang gevonden zijn om die sanctiepolitiek behoorlijk te omzeilen. Dat speelt misschien ook een rol. Ik weet niet, iemand vertelde mij. Wat doet hij dan? Hoe doet hij dat dan? Nou, dat hij zijn Airbussen gewoon naar weet ik het, Abu Dhabi of zo laat vliegen. En daar staat Airbus klaar om de toestellen behoorlijk te onderhouden. Wat natuurlijk gewoon het, niet waar, via een omweg gebeurt of wat er eigenlijk niet mag gebeuren. Of wat we van mij hoopten dat het niet zou gebeuren. Ik weet niet of dat verhaal waar is. Maar en via Turkije, als je dat. Nou, ik was volgens mij ook die Economist. Je had allemaal import-exportcijfers, waardoor je ziet dat sommige landen aan de grenzen van Rusland plotseling in een enorm gegroeide export naar Rusland hebben. Dus dan weet je wat er aan de hand is, namelijk dat het sanctiebeleid op grote schaal ontdoken wordt door de buren van Rusland. En valt daar nog iets aan te doen? Nou, aan Turkije in ieder geval niet. Hè. Dan kunnen we hoogstens hopen dat Erdogan volgend jaar de verkiezingen verliest. En hij is natuurlijk al langzamerhand op het oplichtersniveau gekomen. Maar de vraag is of hij überhaupt nog verkiezingen kan verliezen. Dus ik kan er geen verstandig woord van zeggen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Rusland erin slaagt om binnen pak een beetje een jaar een effectieve en ook voor de Oekraïne levensgevaarlijke vechtmachine te creëren. Hmm. Want ja, Oekraïne zal ook niet stilzitten. Nee. En wordt wel voorzien van de allermodernste wapens die er zijn. Ja, en is dat genoeg om het verschil te kunnen maken, denk je, die wapens? Nou, in ieder geval zie ik. Kijk, het conflict kan eindeloos gaan duren. Dat is heel vervelend. Omdat natuurlijk wat ondertussen gebeurt, wat het enige wat de Russen wel kunnen, is kapot maken. Ja, daar zijn ze altijd meesters in geweest om alles kapot te maken. Ja, dat is die infrastructuur. Tegelijkertijd zie je wel. Dat lees je dan elke dag in de krant. Dan in Kiev valt, in de helft van de stad valt de elektriciteit uit. En de verwarming, kennelijk hebben ze een soort stadsverwarming, een blokverwarming, weet ik veel. Maar het is altijd na 2 dagen weer gemaakt. De infrastructuur laat zich meestal betrekkelijk simpel herstellen. Ja, je moet er wel mee aan de slag. En daar zullen ze denk ik ook wel mee geholpen worden. Ja, maar bijvoorbeeld het bombarderen van spoorlijnen is in het algemeen
Ja, of je moet heel complexe kruispunten. Is, maar dat is ook makkelijk te herstellen. Een transformatorstation is kennelijk wel reparabel. Je moet wel een transformator hebben, maar het is reparabel. Dat zie je ook, hè? Dat wordt meteen gerepareerd. Ja. En dat zeggen ze ook, van als het nou weer kapot gemaakt wordt, dan beginnen we gewoon weer opnieuw. Ja, maar goed. Oekraïne leidt natuurlijk wel gigantische schade. Hoe lang kan dat duren? Ik heb geen flauw idee. Kijk, nu is er natuurlijk een sprake van een hechte nationale solidariteit. En dat is natuurlijk de grootste paradox van alles, dat van Poetin van plan was de Oekraïne in te lijven. En omdat het volgens hem gewone Russen zijn. Niet waar dat hij ondertussen door deze achterlijke politiek een natie gemaakt heeft. En ook nationale gevoelens heeft gekweekt die niet 1, 2, 3 zullen verdwijnen. Ik bedoel, hier ontstaat een nationale mythologie. Niet waar over de underdog die in staat is om de overdog. Om die keihard aan te pakken, die decennia mee zal kunnen. Ja. Hoe vond je de vergelijking van Zelensky tijdens zijn toespraak in Amerika met Hitler? Ja, ik vind de vergelijking met Hitler volkomen zinloos in het algemeen. Eén ding kun je wel constateren natuurlijk, dat Nazi-Duitsland op het moment dat het begon aan de Tweede Wereldoorlog in 1939, zo je wil in 40 dan, als je Polen als wel heel makkelijke tegenstander beschouwt. Dat Nazi-Duitsland een natie was van een totaal andere orde dan het huidige Rusland. En niet naar de demografische factoren natuurlijk, want het huidige Rusland is 130, 140 miljoen inwoners. Nazi-Duitsland zal er 80 hebben gehad, 85 misschien of zo. Maar was een tip-top georganiseerd land, wat jarenlang gewerkt had aan een modern leger. En de Weerwacht was wel het beste en modernste leger aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ja, tenslotte heeft Hitler erin geslaagd om praktisch de ganse wereld tegen zich in het hardas te jagen. Ja, daar kon de Weerwacht het ook niet van winnen natuurlijk. Nee. Maar de Weerwacht was in 40 een indrukwekkende vechtmachine. Ja. Dan kun je op geen enkel punt kun je dat van het Russische leger zeggen. Ja. Verwacht je nog meer aanvallen ook op Russisch terrein? Dat hebben we nu al een paar keer gezien, hè, dat Oekraïne daarin slaagt. Ja, maar dan had Tsjechen ze er niks mee te maken hebben. Dat denk ik wel. Naarmate, zeker als er nog een mate van escalatie in het conflict is. Dan ik weet niet wat de Amerikanen afspreken over die wapens die ze leveren. Hoe die gebruikt mogen worden. Want het is duidelijk dat daar wel een limiet aan gesteld zijn. Want die HIMARS of die HIMARS, dat daar kun je van alles en nog wat mee. Vooral voor verdediging inderdaad, is de bedoeling inderdaad. Ja. En dan kun je natuurlijk, dat verdediging kun je ruim interpreteren. Dus dat mag je wel een munitiedepot in Belgorod of zo mag je wel raken. Maar je mag natuurlijk niet zo'n ding in Moskou afschieten. Lijkt mij. Nee. Dus ja, durf ik er iets verstandigs over te zeggen. Ik ben toch gefrappeerd door het feit dat je de indruk krijgt, hoe dan ook, dat Poetin zich ingegraven heeft voor een langdurig conflict. En dat hij de zaak nog niet als compleet verloren ziet. Of dat nou voor de bühne is, of dat hij het echt meent. Maar voorlopig ga ik er maar uit dat hij het echt meent. Ja. Dus het kan natuurlijk even goed dat die intern tot ten val wordt gebracht. Omdat, kijk, ik begreep ook uit, dat zal ook wel weer de Economist geweest zijn, dat een deel van zijn onmiddellijke omgeving totaal verrast was dat hij het deed vorig jaar 24 februari. Dat zijn eigen perschef niet geïnformeerd was over wat er ging gebeuren. Dus het was kennelijk toch een echte eenmansactie, even afgezien van de militairen die erbij betrokken waren. Die er ook niks van terecht hebben gebracht natuurlijk. Het is wel aardig, in de New York Times hadden een immens onderzoek met plaatjes en bewegend beeld. En ja, van die wandaden in Butsja, waar je ook de indruk kreeg dat het nogal een chaotische aangelegenheid was. Ja, waar ze tenslotte ook knap hebben verloren. Ja, Rusland kan zich ook ingraven en kan het heel lang volhouden als het bereid is al die offers te brengen. En de vraag is hoe lang de Russische bevolking en natuurlijk ook die elite, die hele club van dieven en moordenaars, bereid is om in te leveren, offers te brengen.
Ik denk dat, dat die bereidheid ook beperkt is uiteindelijk. Ja, misschien omzeilen ze dat ook wel. Wat? Dat kunnen ze ook omzeilen natuurlijk. Als ze de sancties kunnen omzeilen, kunnen ze dit misschien ook wel omzeilen. Dat ze niet hoeven in te leven. Ja, want ze begrepen ook dat ze vliegen gewoon naar vakantiebestemmingen en zo. Ja. Want dat is natuurlijk wat gemakkelijk hier in Europa en ook in de Verenigde Staten vergeten wordt. Dat een groot deel van de wereld totaal ongeïnteresseerd is in het conflict. En helemaal niet vindt dat Poetin een afschuwelijke figuur is. Nee. Omdat het zelf natuurlijk ook boeven zijn. Ja. Was jij nog wakker toen in die nacht van de 24e februari? Nee joh. Ik was rustig gaan slapen. Ik was ervan overtuigd dat het absoluut niet zou gebeuren. Het leek mij zo'n ridicuul risico. Wat het ook tenslotte gebleken is. Ja. Nou, wat dacht je toen je toen wakker werd en je las het? Ik denk zo de mythe. Heel andere overwegingen dan die ik bedacht had, hebben een rol gespeeld. Nou ja, pure emotie, revanchisme, ressentiment, woede. Waar die al die landen altijd aan blijken te lijden. Je kunt dat ook in de Koude Oorlog, kun je dat nalezen. Minderwaardigheidscomplex ten aanzien van het Westen. Wat overgecompenseerd wordt met al die kletskoeken over de decadentie van het Westen. En dat we hier bezig zijn ons eigen graf te graven en zo. Terwijl natuurlijk al die totalitaire landen, of in dit geval dan politiestaten. Hetzelfde geldt trouwens precies over China. Eigenlijk, ja, dat uiteindelijk onze samenlevingen robbeliger zijn en inderdaad allerlei wonderlijke decadente verschijnselen vertonen, maar creatiever zijn en beter functioneren ook op de langere termijn dan deze systemen. Ja. Ja, Xi Jinping heeft al een ongelofelijke zeepert gehaald met dat achterlijke COVID-beleid van hem. Ja, dat gaat helemaal mis daar in China. Ja, dat gaat behoorlijk mis. Ja, ik zag ook mensen die ik dan ken, die in Shanghai wonen en werken, die zeiden nu, ja, we komen nu met kerstman naar Nederland toe, want het is echt een drama hier in China. Ja, dat is het waarschijnlijk, ja. Want ze zitten nog steeds in die pandemie. Nou, we hebben niet vergeten dat een jaar geleden, kon je overal lezen, ja, dat die dictatoren, dat toch, of dat die autocratische leiders, laten we het zo noemen, dus Erdogan, Poetin, Xi Jinping. Xi Jinping was tot zeer voor kort nog ook een held. Hè? Die had de zaak op de rails, maar dat blijkt hij dus helemaal niet te hebben. Toch opvallend, want hij... Opvallend is natuurlijk dat bij alle rommeligheid het Westen het weer beter heeft gedaan dan deze landen. Ja, maar ze hebben toen die enorme ziekenhuizen gebouwd toen het net uitbrak. Dat ging enorm snel. Volgens mij hebben ze ziekenhuizen uit de grond gestampt die er helemaal niet waren. En nu laten ze het zo lopen. Dat is toch wel gek. Ja, omdat hij een verkeerde keuze heeft gemaakt. Het idee was dat je die COVID, dat je die in bedwang kon houden. Feitelijk is gebleken dat dat niet kan. En dat bovendien tegelijkertijd de maatregelen die genomen waren omdat ze dachten dat het wel kon, een zodanig beperkend karakter had dat die Chinezen er schoon genoeg van kregen en bereid waren. Want dat is waar ze natuurlijk, waar zo'n politbureau echt ongelooflijk bang voor is. Demonstraties, want demonstraties kunnen van klein groot worden. Zij denken natuurlijk ook altijd aan het plein van de hemelse vrede, wat daar gebeurd is. Ja. Het laatste wat ze willen is dat ze uiteindelijk de mitrailleur erop moeten zetten. Ja. Nou, en hij neemt een enorm risico met de volksgezondheid. Ja, nee, ik ben zelf iemand die het alle vertrouwen heeft in de westerse democratie. En in de creativiteit van westerse samenleving. Ja. Het minderwaardigheidscomplex van de Russen en de Chinezen ten aanzien van het Westen is volkomen terecht. Ja, het klinkt een beetje, het is ook wel zo'n vorm van chauvinisme, maar het is rommelig chauvinisme. Maar er is toch ook wel een bepaald aanzien richting China de laatste tijd? Ja, omdat we natuurlijk onder de indruk waren van het fantastisch snelle industrialisatieproces. Dat je natuurlijk een andere manier van denken. Daar geloof ik dat Xi Jinping, Think, Thought, dat is allemaal lulkoek. Nee, maar hoe mensen die daar toonaangevende posities hebben, dat die anders denken. Dat die buiten de patronen denken zoals wij ze hier in het Westen kennen. Allemaal lulkoek. Geloof je niet in? Nee joh, dat is ook uiteindelijk. Vind je niet inspirerend als je dat hoort? Nee, absoluut niet. Nee. Oh, dat veel dat is nou ja, de kracht van het Westen is de rommeligheid. Er zijn in het Westen altijd mensen die anders denken, die iets anders willen, die iets anders proberen. Heel veel van die dingen zullen ongetwijfeld mislukken, maar qua creativiteit
valt het Westen, kunnen ze zowel in Rusland als in China nog heel wat leren. Oké, dus zodat jij hier kunt denken wat je wil en kunt zeggen wat je wil, dat is een voordeel. Yes, zodra je iets leest over Xi Jinping thought, zodra ik dat las, dat nu het uitgangspunt is aan universiteiten en fabrieken, toen dacht ik veel sterkte met Xi Jinping thought. Ja, als jij nou in China zou leven, hoe zou het dan gaan? Dan zou ik zo onmiddellijk emigreren. Ja, maar zou je dan opgesloten worden als je daar dit allemaal zou vertellen? Ja, denk het wel. Ja? Ja, dat... Dan zouden we met deze podcast, was het gauw gebeurd geweest. Wij zaten al lang in het gevangen. We hebben elke dag geoefend in Xi Jinping thought. Hè? Moesten we boekjes lezen? Dan moesten we werden we overhoord. Nou ja, waarschijnlijk ja. Ik weet niet hoe je precies die hersenspoelerij daar plaatsvindt. Maar ze waren er vroeger goed in, dus het zullen ze nu nog wel zijn. En waarom zorgden ze niet even voor een goed vaccin? Want dat vaccin van die Chinezen is dus aantoonbaar gewoon slecht. Nee hoor, dat is het product van Xi Jinping thought. En dan alles wat daarvan het vrucht is geniaal. Fantastisch, ongelooflijk. Wat niemand begrijpt is dat een zootje, en het Westen is in allerlei opzichten een zootje, dat beter werkt dan, laten we zeggen, al die hele strak getrokken troep in politiestaten. En die overigens vaak van binnenuit nog veel decadenter en corrupter zijn dan wat er ook maar in het Westen. Omdat hier altijd controle is. Kijk, wij hebben ook een massa sieverts. Maar vroeg of laat komen de sieverts in de krant. En dan zitten de sieverts met de gebakken peren. Ja, welke waren ze maar met 9 miljoen. Maar toch met de gebakken peren. Want ben jij jaloers op Siewert? Nee, absoluut niet. Nee. Ik denk dat hij geen leven meer heeft. Maar ja, ik zag hem nu weer in de Tweede Kamer zitten. Op de tribune. Precies, ja. Het kwam niet luisteren. Met zijn brilletje. Ja. Het was de enige die er zat, hè? Mijn advies is emigreren. Ja, maar dat doet hij niet. Ik denk, dat had hij al lang gedaan als dat zijn plan was. Hij wil weer terugkomen. Hij wil weer mee gaan doen. Ja, ik denk dat niet gaat lukken. Hij hoopt natuurlijk, als ik nou gewoon weer normaal ga doen wat ik daarvoor deed, op een gegeven moment vergeten ze het misschien wel. En dan denken ze weer, oh, dan heb je Siewert. En heeft hij weer een goed punt. En dan... Nou, voorlopig is dat zijn we zover nog niet, hè? Nee. Ga even deze... Oeps. Hop. Zo. Nee, dus ja, hoe we hier nou opgekomen zijn. Je ziet dat ik zelf ook een soort chauvinist ben. Maar dan ik ben de chauvinist van de ordeloosheid. Ja. Van de decadentie. Mm. Daar ben ik een chauvinist van. Ja. Moet een beetje een zootje zijn. Hmm. Het is toch wat ik altijd zeg. Wie hadden de netste bureaus in Europa? Hitler en Mussolini. Hè? Perfect opgeruimd. Ze zaten er nooit en ze dachten er ook nooit over de problemen na. En kijk eens aan. Niet voor niks is het Westen zo succesvol. Iemand vertelde mij ooit, die werkte bij de Unilever. En nou ben ik vergeten, kan ik ook chauvinistische praat zijn geweest. Maar goed, Unilever had een omvangrijk onderzoekslaboratorium ook in China. Heel begrijpelijk natuurlijk. En een veel kleiner onderzoekslaboratorium in Rotterdam, begreep ik. En toen zeiden ze, ja, wij produceren daar in Rotterdam, produceren wij oneindig veel meer leuke ideeën, suggesties enzovoort, dan dat hele ding in China. Ja. Omdat natuurlijk in dat soort van landen iedereen bang is dat hij op zijn laatste rij zal krijgen. Ja, dus dan dat beperk je de creativiteit eigenlijk ook. Enorm. Ja. Xi Jinping thought. Ja. Wat is er nou Xi Jinping thought? Ja. Dat stelt geen malle moer voor, dat begrijp je toch wel. Het is één grote jamboel. Kijk, de Volkskrant is een kutkrant. Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar, namelijk de live podcast van afgelopen dinsdag. Amerika na de Koude Oorlog. En net is Margaret Thatcher bij Bush op bezoek en kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar, don't go wobbly on me, George. De live podcast luister je nu terug als luisterboek via het linkje in de beschrijving. Ik ben nu 79. Denkt u dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken? Er komt een crisis aan in 2023. Dat roepen alle experts. Maar ja, hoe ga je daar nou mee om? Als consument, maar ook als eigenaar van bijvoorbeeld een bedrijf. Ik sprak met Rutge Bremer en hij heeft een crisis al een keer meegemaakt en deelt tips en tricks in de podcast C-Level. De link naar die aflevering staat in de show notes.